het? Hallo, sweethearts. Ik ben lekker aan het wandelen en ik had zin om even gewoon een beetje te delen met jullie en te kletsen met jullie. En ik postte vandaag eerder een soort van poëtische post van wat ik vannacht heb geschreven. Want ik had de hele nacht niet wakker gelegen, maar hele lucide dromen en inzichten. En daarna heel lang wakker gelegen en heel veel geschreven. En ik wilde dat beeld even met jullie delen, zoals jullie misschien hebben gelezen, ook op mijn, gelezen ook op mijn, tijdlijn, ben ik de afgelopen week lekker bezig geweest met alle complottheorieën die nu de ronde gaan over het internet. En, er valt heel veel over te zeggen natuurlijk, maar... Ik ben een beetje afgeleid. Ik doe nooit mijn filmpjes buiten. Ik ben helemaal... Anyway, hallo als je er bent. Inderdaad, Bart, gezellig. Leuk dat je er bent. Zeg even hallo en hoe het met jou is in deze tijd. Hoe je je voelt. Let me know. Oké, ik ga even lekker hier zitten. Dat is wat makkelijker. Ik praat wat makkelijker. Ah, ja. Corona, complot en dat soort dingen. Oh ja, ik had dus vannacht een droom of een visie dat met de uitspraak, zoals ze dat in Nederland zeggen, niets is wat het lijkt als je maar goed kijkt. En ik heb dus heel veel van die complottheorieën bestudeerd en alle argumenten bestudeerd. En sommige komen echt super overtuigend over dat je echt denkt, ja, dat is gewoon waar. En om het nou complotten te noemen of de complotgekken, vind ik heel raar. Want heel veel dingen zijn gewoon feiten die gewoon openbaar bekend zijn. En de vraag is natuurlijk of er een heel groot plan is wat de elite voor de mensheid uitrolt. I don't know about that. Maar ik vind het in elk geval belangrijk om de feiten te checken en vanuit daar te gaan handelen. Maar goed, wat niet de feiten zijn, is dat ik vandaag dus een droom had. En die wilde ik even met jullie delen. En dat is eigenlijk de visie op deze wereld, deze aarde, deze werkelijkheid. Zoals het in de Matrix ook wordt gezien. Als een matrix, als een grid van een werkelijkheid. Als een soort van droomwereld eigenlijk. Alsof we in een soort van virtual reality computerspel hier rondlopen. En alsof we in een heldenreis rondlopen, alsof we in een sprookje rondlopen. En als je het zo gaat zien, zeg maar, dan kunnen we dus de grote sagen en verhalen, of je dat nou uit de Bijbel haalt of uit een sprookjesboek, maakt niet zoveel uit. Maar er is altijd, zijn verschillende rollen die gespeeld worden op het toneel van dit leven. Dus je hebt natuurlijk de grote boze wolf en je hebt rood kapje en je hebt de grootmoeder. En dat is dan één verhaal wat we kunnen gebruiken om betekenis te geven aan wat er nu in de wereld gebeurt. En om te herkennen wie is eigenlijk en wie welke rol speelt in het leven. En nou maakt het ook nog niet eens zo heel veel uit om anderen te identificeren. Want we hebben allemaal eigenlijk de taak om onszelf te identificeren. Om onze eigen identiteit bewust te maken, bewust te worden. En dat is waar het volgens mij om gaat, is dat we ontwaken in deze tijd. Dat we wakker worden, dat we tot de zelfrealisatie komen van wie wij in werkelijkheid zijn. En we hebben allemaal, zeg maar, we zijn geboren op een bepaalde plek, in een bepaalde cultuur, met een bepaalde identiteit, een bepaald levensverhaal, bepaalde pijn die we hebben meegemaakt. En dat is onderdeel van onze identiteit. Maar wanneer we, zeg maar, wakker worden, tot de zelfrealisatie komen, dan beseffen we ons dat die realiteit niet alles is wat we zijn. Dus de verhalen waarin we leven, onze eigen persoonlijke biografie, zeg maar, dat is alleen maar een poort van naar wie we nog meer zijn. En je zou dat, zeg maar, ons ego-bewustzijn kunnen noemen, onze persoonlijkheid, het kanaal hier waardoor het allemaal leeft, en onze ziel, ons hogere bewustzijn. En wanneer we dus ons meer gaan identificeren met dat zielsbewustzijn, dan kunnen we, zeg maar, wakker leven hier op aarde. En dan kunnen we wakker en bewust als zoals ze in het Engels zo mooi zeggen, skin encapsulated ego. Bewust hier als een virtual reality agent, als een avatar hier gaan rondlopen.
En we kunnen ons dus ook bewust zijn van, oké, wie ben ik dan in dat grote verhaal? Allereerst, wat is het grote verhaal waarin we nu leven? Mark Gaffney zegt dat ook zo mooi. Er ontbreekt eigenlijk een grote verhaal. We hebben religie de deur uitgegooid. En daarmee dus ook alle verhalen die betekenis geven aan ons leven, de deur uitgegooid. En zoals ik altijd zeg, sinds ik in religiewetenschappen veel van die verhalen heb bestudeerd, hebben we volgens mij eigenlijk de baby met het badwater weggegooid, zeg maar. We willen geen religie meer, we willen geen dogma's meer. We willen vooral niet iemand in een zwarte jurk of welke kleur jurk ze ook maar dragen, die ons vertelt hoe het leven moet. Want we hebben eigenlijk een verschuiving gemaakt van, wetenschapper Grace Davy, was ik altijd zo onder de indruk van. Zij vertelt eigenlijk, religie verdwijnt niet, maar we hebben een verschuiving gemaakt van allereerst obligation to consumption, dus verplichting naar consumptie van religie. We mogen zelf consumeren wat we willen consumeren. En of dat een goed ding is, dat is maar de vraag. Want in obligation zit ook heel veel diepte en wijsheid die we ook nodig hebben. Maar goed, andere verschuiving die zij waarnam in onze betekenisgeving en religie is de verschuiving van, hoe wil ik het nou zeggen? Van in elk geval van het collectief naar het individu. Dus we hebben een individuele beleving, individuele betekenisgeving. Maar ook, dat was eigenlijk de eerste, van dat het niet opgelegd is, maar dat we zelf kunnen kiezen. En daarom willen we niemand meer die ons vertelt hoe het leven moet. We willen geen kerk meer, we willen geen dogma's meer. Maar daardoor zijn we wel de grotere verhalen kwijtgeraakt. En dat is eigenlijk zonde. Dus wat we nu in deze tijd te doen hebben, is eigenlijk een nieuw verhaal schrijven samen. Wat het nieuwe verhaal vertelt, wat ons verhaal vertelt. Waarin iedereen een unieke plek heeft, waarin iedereen onderdeel is van het grote geheel. En Mark Gaffney helpt mij er heel erg bij om een nieuw verhaal, een nieuw universe story eigenlijk te vertellen. En een van zijn codes eigenlijk die hij daarin in dat verhaal wil vertellen is wat hij noemt unique self symphony. Dus niet dat er een soort van elite is of autoriteit is of nou religieuze autoriteit is of wie dan ook die ons vertelt hoe het leven moet. Maar dat we juist zelf in onze eigen unieke verbinding met onze God, Godin, divine staan en dat deze eros, deze realiteit, deze levensenergie op een unieke manier door ieder individu heen mag stromen als en expressie mag vinden als liefde in deze wereld. En in deze visie zijn we dus allemaal even belangrijk. Hebben we allemaal een eigen taak te vervullen hier in dit leven. En als je wil, moet je zomaar even die post kijken die ik vannacht dus heb geschreven in mijn droomwereld. En daarin quote ik ook een stuk uit de Bijbel, jawel. Want met Mark ben ik dus ook die Hebreeuwse teksten, die verhalen weer aan het bestuderen. En niet vanuit een dogmatische religieus perspectief, maar vanuit een mystiek perspectief. Wat is nou de mystieke betekenis van deze verhalen? En voor mij voelt het echt super belangrijk om die juist nu weer terug te brengen en te verbinden met deze postmoderne samenleving en een nieuw verhaal te gaan vertellen. Maar goed, een van de verhalen daar is het verhaal van Esther. En wat dus geschreven staat in het boek van Esther. En even kijken, wil ik het hele verhaal vertellen of moet je het maar gewoon even lezen? De post straks op mijn tijdlijn. Maar het gaat er in elk geval over dat eigenlijk ons hele leven betekenis heeft. En alle detours die we maken een functie hebben. En dat alles wat we meemaken in dit leven, de pijn, maar ook de mooie dingen, dat die, je zou kunnen zeggen, onderdeel zijn van Gods plan. Dat klinkt dan wel heel religieus, maar dat alles een soort van meant to be is om jou de lessen te leren die jij te leren hebt om uiteindelijk jouw grootsheid te kunnen gaan leven en jouw rol in dit verhaal te kunnen gaan spelen. En ik denk eigenlijk ook zeg maar dat veel van de complottheorieën dat die ontstaan vanuit angst en vanuit, en we gaan dus kijken naar wat andere mensen doen. Oh, hij is de boosdoener. Oh, hij is de gemene manier die de wereld wil verzieken. En dat doen we eigenlijk omdat we ons eigen verhaal niet kennen. Omdat we onze eigen rol niet kennen. Omdat we onze eigen ware identiteit zeg maar niet kennen. Dus vanuit ons ego-bewustzijn, angstige separate self, afgescheiden ego-bewustzijn zoals Mark het noemt. Gaan we dan angstig wijzen naar
ja, maar die meneer, die is heel gemeen en die wil de wereld veroveren. Maar als we onze eigen kracht kennen, onze eigen power kennen, onze eigen ware identiteit kennen, dan is er niets om bang voor te zijn. Want dan weten we precies wie we zijn, waarom we hier naar aarde zijn gekomen en wat we hier te doen hebben. En wat onze rol is in dit grote verhaal, in deze grote sprookjeswereld, waarin we allemaal iets te doen hebben. En zoals ik dus ook in mijn poëtische post schreef, wij zijn dus de mystici. Ik en waarschijnlijk als jij dit kijkt, herken je dat ook in jezelf. De profeet in jezelf, de mystici in jezelf. Of zoals het nu tegenwoordig genoemd wordt, de lichtwerker, zeg maar. Wij zijn hier naar aarde gekomen om het licht te herinneren en licht en liefde te brengen. En in mijn beleving, ik heb het altijd al gevoeld, zeg maar, toen ik religiewetenschappen ook bestudeerde, had ik altijd een soort van heimwee ook naar religie, naar de diepte ervan en naar de lineage, zoals Mark dat noemt, de eeuwenlange wijsheid die door en door en door en door gegeven wordt. De mystieke wijsheid heb ik het dan over, dus niet de dogma's, niet de regels zoals we die van de afgelopen 2000 jaar religie kennen, maar eigenlijk veel meer de dieper onderliggende verborgen wijsheden in deze heilige verhalen. En het voelt voor mij alsof ik die nu weer mag afstoffen, zeg maar. En daarom, ik heb ooit ook een paper geschreven in mijn studie. Het ging over de terugkeer. Het ging in ieder geval over de terugkeer van het huwelijk, maar ook de terugkeer naar de kerk en de terugkeer naar religie eigenlijk. En dus niet, zoals Mark altijd zegt, the God you don't believe in doesn't exist. Die God van de kerk, daar geloven we niet in, die bestaat ook niet, doen we niet aan. Weet je, vergeet alles wat je hebt geleerd over de kerk van de afgelopen 2000 jaar. We hebben het niet over die religie, we hebben het niet over die kerk. Maar we hebben het eigenlijk over een onzichtbare, mystieke, heilige tempel waar we allemaal zelf toegang toe hebben. Waar we allemaal zelf in de leer mogen bij God, Godin, het universum of hoe jij het maar wil noemen. En ik heb zelf de afgelopen 10, 15 jaar heel veel dus mij ontwikkeld in persoonlijke ontwikkeling, in persoonlijke transformatie en in de New Age wereld, zeg maar New Age spiritualiteit. En dat heeft mij echt superveel gegeven. Dat was echt mijn place to be, want ik wilde ook niet naar de kerk, ik wilde niet naar religie. Af en toe probeerde ik wel, ja, ik was toch religiewetenschapper, dus ik moest toch eens kijken wat die dominees daar dan doen in de kerk. Zat ik daar in de kerk en dacht je echt, oh my god, het is hier, ik voel God hier niet, weet je. Laat mij dansen in de natuur en daar voel ik de godin en God en mijn levensvreugde en mijn eros en mijn power en mijn creativiteit. Dat is waar ik het voel, niet in dit saaie kerkgebouw waar een of andere dude staat te reciteren uit een bijbel wat hij zelf niet eens voelt, weet je. Waar is de passie, waar is de eros, waar is de fuck, zoals Mark het zou zeggen. Dus ik heb het daar nooit gevonden, maar ik bleef zoeken. En ik heb het gevonden in de New Age spiritualiteit. Omdat daar geen dogma's waren. En dat daar een andere taal eigenlijk werd ontwikkeld. Waarin ik me wel heel erg thuis voelde. Maar op dit moment voel ik dus nog weer meer een terugkeer naar de kerk. En mijn kerk op dit moment is dus One Church. Maar ik snap heel veel mensen reageren echt met, what the fuck Chris, wat moet je met een guru? Ga je weer iemand volgen? Of wat moet je nou met een kerk? En we willen niet meer naar de kerk. En de kerk is achterhaald en bladibla. En dat snap ik ook, want dat heb ik zelf ook heel erg gehad. Maar, sorry, ik zit even op een ratelstoel zoals je door hebt. Maar ik hoop dat het jullie inspireert. En schrijf even wat in de comments of doe even hartjes, dan kan ik het zo even teruglezen. Want ik ratel wel, maar ik vind het ook fijn om even connectie met jullie te voelen. Dus stuur even gewoon, I get it. Of nee, wat stom, maakt niet uit wat je voelt. Maar goed, deze kerk is dus, zoals ik het ook in mijn post nu schrijf, zeg maar. Een kerk waar eros is, waar de godin geëerd wordt. En niet dus de god van de religie, ook de god, maar ook de godin. Zeg maar, de godin en de grote moeder en de Pachamama-energie, zoals ik die ken van mijn ayahuasca-reizen, van mijn reizen met plantmedicijnen, heb ik zelf die verbinding met de godin mogen voelen en haar in mijn lichaam mogen ontvangen. En dit is de godin, dit is de grote moeder die hier in deze kerk geëerd wordt. Ook in spiritualiteit zeggen we altijd dat de terugkeer van de godin, zeg maar, de terugkeer van de godin, dus ook in de kerk, mag ze daar weer geëerd worden. En dat is wat deze kerk doet. En zoals Mark zelf altijd zegt, we zijn een kerk, we zijn een moskee, we zijn een synagoge. Dus alle religies zijn hier welkom. Maar niet alleen religies, maar ook juist atheïsten. Mensen die niet in God geloven of agnosten of
En juist ook wetenschappers. Want we zijn mystici, maar we zijn ook wetenschappers. We checken de feiten. We gaan niet alleen maar kijken naar wat we geloven, maar ook wat we echt kunnen meten en kunnen aantonen hier in deze fysieke, tastbare, meetbare realiteit. En de rol van Mark Goffney daarin is, we hebben allemaal daarin onze eigen unieke rol te spelen. Het is een co-creatie, deze kerk. Het is een rising of community, zeg maar. Waarin iedere unieke stem van waarde is en van belang is. Maar de rol die Mark daarin dus speelt, is dat hij fucking intelligent en intellectueel is. En de afgelopen 50 jaar alle wetenschappen en alle mystieke stromingen heeft bestudeerd. En vanuit daar een taal heeft ontwikkeld. En nu gaat het regenen, dus ik ga even weer aan de wandel. Vanuit daar het is, zeg maar, zijn missie om een gedeelde taal te ontwikkelen. Een taal waarin alle mensen zich kunnen thuisvoelen. Dus zowel de religieuze, alle religies, zowel de filosofen, zowel de New Age spiritualiteit, zowel de wetenschappers. Dat we een shared language creëren, zodat we een nieuw verhaal kunnen vertellen. Een global story, een verhaal voor de hele mensheid, voor de hele wereld. Waarin we samenkomen als Unique Self Symphony. Waarin we niet één zijn, we hoeven niet allemaal dezelfde mening te hebben of ons te bekeren tot dezelfde religie. Maar waarin juist diversiteit gevierd wordt en onze unieke stem gevierd wordt. Omdat we allemaal een unieke expressie zijn van die collectieve goddelijke intelligentie, zeg maar. Dus ja, waar ik zelf dus in het begin, ik ben al nu 7 jaar hieromheen aan het cirkelen en in die pot aan het roeren en mezelf daarin aan het onderzoeken. Een van mijn grootste angsten om in community, zeg maar, echt mijn commitment te geven, was dat ik mijn autonomie zou verliezen. Dat ik mijn individualiteit zou verliezen en dat ik me een soort van moet conformeren aan een religie of aan een kerk. En er komt al die weerstand die heel veel van jullie waarschijnlijk ook voelen. Echt van fuck you, weet je. Ik ga me nooit meer conformeren aan wie dan ook, weet je. We hebben eigenlijk eindelijk de vrijheid van onze ziel teruggevonden. Ik ga toch niet me, weet je, buigen voor een kerk of voor wie dan ook, weet je. Ik ben God. Oh ja, dat was de laatste transitie die wetenschapper Grace Davey waarnam. Transitie in religie is dat het in plaats van God buiten mij verschoven is naar God in mij. Dus we hoeven niet meer te buigen voor een God daarboven in de hemel die ons zondig of heilig verklaart. Maar we ervaren God in onszelf. Dus God zit in mij. En dat is een hele belangrijke transitie. Maar die ook niet de volledige waarheid is. Want er is ook iets buiten mij. En er is ook iets, het is zeg maar 50-50. Het is in mij, ik ben het. En het is de hele kosmos om mij heen. Die mij draagt en die mij voedt en die me leidt. En ik was dus heel bang om mijn autonomie te verliezen. Maar ik heb dus gemerkt dat hoe meer ik buig voor het grotere geheel. Niet voor een persoontje, niet voor een kerk. Maar voor de dharma eigenlijk. Voor die diepe goddelijke wijsheid. Hoe meer ik mijn hoofd buig, hoe meer power er door mij heen mag stromen. En hoe meer uniekheid, originaliteit, spontaniteit en persoonlijkheid er juist in mij wakker wordt. Dus dat is een beetje de move die ik aan het maken ben. En dat wilde ik blijkbaar even met je delen zo hier in de regen. Ah. En als je nou nieuwsgierig bent geworden. Het was eigenlijk helemaal niet bedoeld als een reclamefilmpje. Ik snap het ook als jullie denken van Christen niet zo te evangeliseren. Maar ja, ik ben hier gewoon heel enthousiast over. Dus iedere zondag om 7 uur Nederlandse tijd is One Church online. En ik heb Mark zover gekregen om het morgen dus over complottheorieën te hebben. En we zijn de hele week al over aan het praten met elkaar. En ik ben alle video's aan het kijken en aan het delen met hem. En nou ja, alle shit, alle argumenten, zeg maar. En ook al heel veel over geschreven op Facebook. En hij gaat dat morgen allemaal heerlijk samenweven. In de sermon, hoe heet dat, dat ding wat ze de kerk doen? De dienst. Maar het is online en het is om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd. En je kan gewoon via Facebook meekijken. Het is de Facebookpagina heet One Church, Many Paths, One Mountain. Of op mijn Facebookpagina Outrageous Acts of Love. Daar komt hij ook live. Maar vorige week hadden we even een beetje een probleempje met ik zit me echt half uit te kleden hier. Hadden we even een probleempje met de Facebook. Dus als je nou echt zeker wil zijn dat je mee kan kijken, dan moet je even inschrijven voor de Zoom call.
En dat is ook veel leuker, want daar hebben we ook een chat met de hele community. En kun je actief connecten en mee verbinden en zo. En om die Zoom dingen te krijgen, kan je gaan inschrijven via onechurch.world. Zo, dat was mijn reclamepraatje, als je meer hiervan wil. En ja, je hoeft helemaal niet natuurlijk daar naartoe te komen, want ik ga ook zelf gewoon veel op mijn tijdlijn hier lekker over delen. Dus als je dat leuk vindt, check me out. Ga ik nu even kijken wat jullie allemaal hebben geschreven, gezellig. Naar mijn dikke ratel. Fieke zegt, hi Christa. Hallo, ik weet niet of je er nog bent, maar... Berry, fijn dat je weer zo in dit thema terugkomt. Zo ben ik je ooit begonnen te volgen. Thank you, Berry. Ja, precies. Dat, ja, en voor mij zijn het eigenlijk de twee grootste dingen. Mijn twee grootste thema's waar ik soort van als Lemnis Gaat doorheen dans, doorheen beweeg, is seksualiteit, eros, tantra. En aan het andere uiterste van de paradox, zeg maar, religie, zingeving, spiritualiteit. En voor mij, het diepe thuiskomen in de dharma is vooral... De briljante uitspraak van Mark, God is fuck, God is eros. Waarin die twee uitersten dus samenkomen als één geheel. Urgh, zo, oh my god. Dus ja, ik beweeg daartussen. En nu mag ik weer even die hele kant van religie ook weer aangaan, zeg maar. Je zegt ook, bij spierenwereld voel ik me steeds minder thuis. Ja, yeah, I get that. Dat heb ik dus ook. En ja... Ja. Het is gewoon niet volledig. Het is part of the truth, maar not the whole truth. And it's not gonna bring us home. Dat is wat ik gewoon heel sterk voel. Weet je, we kunnen als hippies bij elkaar zitten in een bos rondom een vuur en liederen zingen. Dat is super belangrijk. Dat is belangrijk. En de mensen die dat te doen hebben, moeten dat ook zeker doen. Maar ik voel gewoon dat er meer nodig is. Er is activisme nodig. Er is een, wat ik zeg, een wereldtaal nodig. En er is meer betekenisgeving nodig van... En meer duiding eigenlijk van wat we aan het doen zijn en wat er aan het gebeuren is. En wat er nodig is, is wat Mark noemt de evolutie van liefde. Dus letterlijk de source code of the universe, de realiteit waar we in leven. Een soort van kraken en transformeren, zeg maar, als een soort van nieuwe DNA die we inpluggen of aanzetten. Dus alleen maar liedjes zingen of lekker je eigen persoonlijke transformatie doen in een tantra workshop. Is gewoon niet genoeg. Het is heel belangrijk, maar het is niet genoeg. So, that's that. Even kijken, wat zegt Marloes? Nice. En je kunt ook zonder angst naar complotten en belangrijke feiten achter schermen kijken. Angst is je eigen gevoel, niet de waarneming. Mm-hmm. Donker en licht. En dansen gaat de wereld redden. Ja, oké. Okay. Dansen is ook belangrijk. Ik weet niet wat de wereld gaat redden, maar het is zeker ook belangrijk. En inderdaad, de oefening is om te kijken en niet in angst te schieten. Maar wel waar te nemen en in liefde. Zoals Ayahuasca altijd tegen mij zei. Don't go into the fear of it. Mocht ik even een kijkje nemen in wat kanker is. En in wat de dood is. En hoe dat in mijn lichaam zou voelen. Dat ze ook echt zei van oké, geloof niet in het verhaal. Maar neem het waar in liefde. En ga niet in de angst ervan. Dus inderdaad, dat is de kunst. Joyce zegt, leuk jou te horen. Wijs en vol inspiratie. Thank you darling, fijn om je even terug te horen. Mariette, keep going, benieuwd waar je heen gaat. Fijn dat je meereist. Sanna, ik luister, ratel lekker verder, enthousiasme is leuk. Oké, fijn, thank you. Berry, ik verlang ook de diepe oude mystiek te voelen. Mijn oude roots van weer aan te boren. Ja, wat heerlijk om je daar zo in te voelen. Daar zie ik jou ook helemaal in. Ja, ik ook als ik die Hebreeuwse chant zeg maar zing die ik van Mark leer, is zo'n diep thuiskomen en herinneren en weten. En mijn kleine mind en Christaatje snapt helemaal niet waar hij het allemaal over heeft überhaupt. En die Hebreeuwse verhalen en shit. Maar ik weet niet, ik heb echt zo'n honger naar die roots inderdaad. En wat ik heel bijzonder vind is om te voelen dat die roots dus niet alleen gaan over dit levensverhaal als Christaatje. Weet je, ik ben geen Jood, ik ben geen Hebreeuwse, ik kom gewoon uit... Holland, Nederland. En dat is ook gewoon lekker onderdeel van mijn verhaal. Maar in mijn ziel zit ook een connectie met die lineage. En met die diepte inderdaad. Dus ik gun je ook heel erg, Berry, dat je daar in jouw mystery school mag vinden. Jouw thuis en jouw dharma, zeg maar. Want dat changes the whole game, zeg maar. Wat ik al zei, ik ben 7 jaar hier om deze mystery school aan het heen cirkelen. Omdat ik gewoon heel veel angsten had. En
nu, sinds dus een paar maanden, word ik er echt gewoon heel diep ingetrokken. En niet alleen in de vorm van deze realiteit, maar vooral in de mystieke wereld, in mijn droomwereld. Ja, word ik soort van geïnitieerd, zeg maar, in die onzichtbare tempel. Ik weet niet of dit heel vaag klinkt voor jullie, maar ja, yeah, so I'm home. Yay, awesome. Ja, Berry, ik denk dat je Mark heel boeiend vindt. Check hem out. En ik zal Jan zo nog even persoonlijk bericht sturen. Fijn om daarover te connecten. Anne Brink, wauw, te gek. Cool, thanks. Jan Gilles, dag lieve Christa. Blij te zien dat alles goed met je gaat. Thank you. En als, je dus, als iemand anders nog kijkt en iets wil delen of wil vragen, go your gang. Ik scroll nu naar beneden en dan gaan we lekker deze livestream zo beëindigen. Arnoud, mooi Christa, prachtig verwoord. Met een hartje. Pff, dit is ook een hartje voor jou, ik heb maar één hand. Mariette, de Dharma, nu komt hij thuis. Ah, ik weet niet wat je daarmee bedoelt, maar thuiskomen klinkt ook goed. Hey Edwin, ik zie dat je meekijkt en ik ben eigenlijk net uitgerateld. Dus ik moet even terugkijken anders. Ik ga nog even het laatste berichtje lezen van Gosse Beerde. Hey, ik wilde jou gisteren een berichtje sturen. Grappig. Dat heb ik er niet gedaan. Ik dacht, ja, moet je daar nou weer mee? Maar ik ga nu even lezen wat je zegt. Vanuit waar liefde duister recht in te durven kijken. Ja, exact. It's fucking scary, man. Maar het is wel onderdeel van mijn levenspadje. Even kijken, beide is zo belangrijk. Die pink hippie kluiten zitten is zalig, maar niet genoeg. Daarmee transformeren we slechts een klein deeltje van wat er allemaal getransformeerd en getransmuteerd wil worden. Now is the time to do the real work. Ik ga even je hele berichtje lezen, because I like it. En dat wel even een stapje verder dan wat zingen, dansen en mediteren. Daar is meer voor nodig. En het is ook al oké, als het nog niet allemaal duidelijk is hoe. Maar in ieder geval fijn dat jij die plek nu gevonden hebt. Met het iets die bij jou passen. Keep spreading the love and wisdom. Thanks man, fijn om even daar in connectie met je te voelen. En ik voel ook jouw space holding, zeg maar. All the way up, all the way down. The light and the dark. En jouw fucking, letterlijk fucking power daarin. So I see you and I feel you, man. Nice. Edwin, tja, dikke knuffel. Knuffel terug. Zo, dat was een virtuele knuffel. Ik hoop dat je hem gevoeld hebt. Jelle, het licht in de ogen kijken is ook scary. Right, ja. Yeah. Dat is ook waar, ja. Yeah. That is also true. Oké. My darlings, dankjewel voor het even connecten met mij. Ja, laten we eindigen met een liedje. Cool? You ready? Are you ready? One, two, one. Nee, dat is natuurlijk een grapje. Sorry, ik ben even helemaal hyper. Waarom zeg ik daar sorry voor? Het hoeft helemaal niet. Ja, ik weet niet of je dat ook herkent trouwens. Eén moment zit ik echt vol in die pijn. En zit je echt zo te mediteren. En dan komt echt die golven van de pijn van het lijden en de mensheid zo wop door me heen. Op een ander moment ben ik weer extatisch vreugdevol over alles. So yeah, let's hold all of that. Oké, deze chant. Ook van Mark geleerd natuurlijk. Sorry, ik moet even... Behold you are beautiful, beloved. Dat te zingen voor elkaar. Voor elkaars zielen. Maar ook voor de outrageous pain. En ook voor de outrageous love and ecstasy. The goddess that is all of that. Inach yafar ayati. Inach yafar. 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 Behold, you are beautiful, beloved. Behold, behold. Behold, you are beautiful, beloved. Behold, behold. Behold, you are beautiful, beloved. Behold, behold.
Behold, you are beautiful, beloved. Behold, behold. Hoor jullie ook de vogeltjes? Die zingen mee. Sta ik hier gewoon even op straat een liedje te zingen voor jullie. Oké, deep breath in. Deep breath out. Thank you, thank you, thank you, thank you. En als je behoefte hebt om even iets te delen of te connecten, voel je vrij om mij even een bericht te sturen. En see you next time. Mwah. Love you.